gaan beginnen. Goedenavond allemaal. Goedenavond, goedenavond. Leuk. Leuk dat u bent gekomen. Zijn er nog vragen? Ik heb ontzettend veel zin in deze avond, omdat we het gaan hebben over een onderwerp wat ons allemaal. Ja, wat allemaal in ons. Ja, van dik zwaap mag ik niet zeggen. Het zit in ons DNA, maar het zit in ons hoofd. Muziek. Muziek. De immense impact die muziek heeft op ons leven, op onze relatie met anderen. Muziek dat ons verbindt, dat ons vasthecht aan herinneringen, aan belangrijke, mooie momenten in het leven. En muziek die eigenlijk iets zegt over onze identiteit. En ik ga dat gesprek voeren met twee hele bijzondere mensen. Met twee mensen die in hun respectievelijke beroepen hebben laten zien dat ze niet alleen heel goed zijn in dat wat ze doen. De een is neurowetenschapper en de ander is filosoof. Maar ze hebben ook laten zien dat ze kunnen nadenken, dat ze kunnen vertellen, meeslepend vertellen over de grote thema's van ons bestaan. En die heel toegankelijk kunnen maken voor ons. Daar hou ik van. Ik hou van toegankelijkheid. En ik ben vanavond, mijn naam is Abdelkader Benali, ik ben daarin gewoon ook, net als u, gewoon een toehoorder. Ik ben de onzichtbare zichtbare. Ik heb wat vragen voorbereid. Ik heb hun boeken gelezen. En ik ben blij verrast door de geweldige opkomst van iedereen. Een speciaal welkom aan de mensen van We Are Public. Waar zijn ze? We Are Public mensen? Ja, die zitten hier gratis. Oh, is niet waar. Oh, is niet waar. Oh, nee, niet waar. Nee. Nee? Nee? Wat was... Oh, je betaalt. Oh, je betaalt. Oh, ja. Oké. Duidelijk. Ja, goed. Oké. Ja. Spannend. Ik ga ze kort aan u voorstellen. Dick Swaap, ongetwijfeld de beroemdste neurobioloog van Nederland. Hij is hoogleraar in Amsterdam. Hij is al met emeritaat, maar hij werkt nog altijd 50, 60 uur in de week in Amsterdam. En in de uitspraak is Angzhou in China, van zijn boek, Wij zijn ons brein. Zijn er meer dan 450.000 exemplaren van verkocht. 450.000 exemplaren, dat moet iets hebben gedaan met het IQ in Nederland. Hoop je maar. Het is inmiddels in 15 landen vertaald. Daar weet hij ook heel mooi over te vertellen in het boek wat hij daarna heeft geschreven, namelijk Ons creatieve brein. En dat gaat eigenlijk over hoe ons brein zich verhoudt tot zaken als kunst, cultuur, verbeelding, et cetera. Ik geef u een hartelijk applaus, Dick Swaap. Ik wil. Je mag daar zitten. Ja, als je. Ja. Dit boek heb ik afgelopen weekend met ontzettend veel plezier en bewondering gelezen. Thuis in muziek en oefening in menselijkheid. Het is geschreven door een. Volgens mij moet ik het even goed zeggen: Belgisch-Vlaams-Poolse filosoof. Die in Gent heeft gewoond, maar vele landen heeft bereisd en daar ook over schrijft. Haar naam is Alicja Geschinska. Zij werd bekend met De Verovering van de Vrijheid, een boek waarin ze autobiografische gegevens verweef met een filosofisch pleidooi voor positieve vrijheid. En sindsdien schrijft Geschinska regelmatig essays, opiniestukken en recensies. In 2016 verscheen haar debuutroman, Een soort van liefde. Dat ga ik ook zeker lezen, want ze laat. Het is non-fictie, het is een filosofisch boek, maar het is geschreven door een schrijver. En dat lees je meteen. Ze heeft in 2016 een televisieprogramma gemaakt, Wanderlust. En toen heeft ze filosofen, schrijvers en wetenschappers geïnterviewd, zoals Roger Scruton, die ook veel over muziek heeft geschreven. Connie Palme. Je hebt ook over muziek geschreven, hè, Lucifer, over de Nederlandse componist Schat. En Christophe Sanussi, die ken ik alleen van de koelkasten. Maar jij gaat me zo vertellen wie die echt was. En in 2018 verscheen dus dit boek. En zij was gisteren nog
in Amsterdam bij de Socrates Wisselbekerbokaal. Dat is de filosofische prijs voor het beste boek. En toen heeft iemand anders gewonnen. Zij is tweede geworden. Zij zal herinnerd blijven. Zeg ik altijd maar als troost. Geef haar een hartelijk applaus, Alicia Gesinska. Voordat ik iets zeg, ik begin bij meneer Swaap. Heb ik u goed genoeg heb ik u op de juiste manier geïntroduceerd? Ja hoor, ik ben zeer tevreden. Oké, goed. Alicia? Nee. Goed. Dit is natuurlijk ook gewoon biografie. Maar we hebben het vanavond over muziek. En muziek gaat natuurlijk over autobiografie. Gaat over het moment in je leven waarop je muziek hoort, voor het eerst. Wanneer was dat voor jou? Ik denk niet dat mijn brein zo goed is dat ik me dat allereerste moment nog herinner. Maar het eerste moment dat ik me herinner, is waarschijnlijk ook niet het eerste moment wanneer ik echt muziek heb gehoord. Dat zal wel een reconstructie al zijn. Maar ik ben niet heel muzikaal opgegroeid. En dat heeft me wel getekend. Dus de kleine herinneringen die ik heb en die ik koester, gaan terug tot Polen, tot mijn hele vroege kindertijd. En de grote muziekstukken die ik me herinner waren Chopin-stukken op de krakende radio van mijn grootouders. In Polen? Ja. In communistisch Polen. Ja, want jullie zijn je ouders zijn samen met jou in 1988 gevlucht uit Polen. Ja, klopt. Net op het moment van de glasnost, perestroika. De muur ging vallen, gingen jullie weg? Ja, dat de muur ging vallen wisten mijn ouders niet. Anders waren ze misschien niet vertrokken. Is dat zo? Ja, precies. Ja. Dus in 88 dachten ze, dit wordt een ellendig lange communistische tijd. Met nooit een einde eraan. Dus wij gaan hier niet blijven. We gaan een nieuw bestaan in het Westen opbouwen. En ze zijn op clandestine wijze gevlucht? Precies. Ja. Ja. Heb je daar herinneringen aan? Ja, daar herinner ik me echt heel veel van. Ja. Van de overtocht, van het feit dat mijn ouders... Ik heb twee oudere zussen. Mijn zusjes op de achterbank in de auto hebben gezet. En dat mijn vader zegt, nu zijn we weg. En dat we echt uit Warschau zijn vertrokken. En door Duitsland heen, richting Brussel, richting de vrijheid. Ja. Mm-hmm. Dan kom je aan in België en dan kom je bij een... Jouw ouders die integreren supersnel... En dat doen ze zelfs zo consequent dat ze jou op school bij het koor aanmelden. Ja, dus het kinderkoor. Ja, binnen het jaar of zo waren we goed in de Vlaamse maatschappij opgenomen. Waar was dat in de België? In een klein dorp Leden in Oost-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen. En we liepen school. En toen hebben mijn ouders gezegd van we gaan ze ook naar het koor sturen. Omdat het... Ja, goed zou zijn voor onze integratie. En dat was een heel goede beslissing van mijn ouders. Omdat op vele plaatsen voelde ik me wel een vreemde en niet thuis en niet goed. Maar daar op het podium, al zingend met andere kinderen, dat was geweldig. Dan deed mijn moeilijke naam en het feit dat ik nog niet zo goed Nederlands sprak er niet toe. Wat belangrijk was, konden wij mooi zingen. En konden wij goed de dirigent volgen. En we zongen allemaal samen. En we waren allemaal dezelfde... We maakten deel uit van dezelfde groep. We hadden dezelfde t-shirts aan. En ja, dat was een heel belangrijk moment van integratie. Zong je alle mensen weer de broeder van Beethoven? Nee, het waren echt kinderliedjes. Hè, van ik haat school. Okay. En ik wil vakantie. Okay. Maar het ging er eigenlijk niet om dat de liedjes heel moeilijk of speciaal waren. Maar wel het samen zijn. Het samen zingen. En samen een geheel vormen. Mm-hmm. Dat was heel belangrijk. Mm-hmm. Dus eigenlijk is vanaf dat eerste moment dat je zelf mag zingen... is muziek verbonden met je thuisvoelen. Dat was toen thuis gaan horen voelen. Dat was een heel belangrijk moment. Ik besefte dat zelfs toen nog niet zo hard, hoe belangrijk dat samen zijn en samen zingen was. En ook toen besefte ik ook niet wat muziek voor mij betekende. Pas veel later, toen ik vaak met ups en downs mijn plaats op deze wereld moest zoeken en mij thuis voelen in deze wereld, wat echt niet gemakkelijk is, merkte ik dat ik me thuis voel in muziek. Dat als ik muziek luister, dat ik denk van... Het is goed. Het komt vast goed. Chopin speelt. Ik voel me thuis. En dat heb ik denk ik het meest besef toen ik 3 jaar in Amerika woonde. En
echt weggerukt was van Europa en ja, terug uw evenwicht moest zoeken. En toen heb ik beseft dat muziek voor mij meer is dan muziek, plezier, vertier, aangenaam. Maar dat het echt een grond onder de voeten is. Een virtuele thuis. Dan noem je Chopin en je schrijft daar over in het boek. Chopin was de ultieme romantische componist, pianist die ook verscheurd was. Want ja, zijn land Polen was opgeheven. Hij is het in Parijs. En daar maakt hij muziek om zich weer thuis te voelen. Ja, dus als je de biografische gegevens van Chopin leest, dan merk je dat hij zelf dus die verscheurdheid had, die melancholie, het hunkeren naar een thuis. En dat hij die gevoelens ook vertaalde in zijn muziek. Nu is het een beetje een grote filosofische discussie. Het is niet omdat hij dat voelde en vertaalde, dat meteen dit vertaald wordt in de muziek. Muziek is een andere taal dan de taal van een roman waarin je schrijft, hey, ik mis thuis en ik mis dit en ik mis dat. Dan kun je er niet naast kijken. Tegen muziek dan is het grote discussie van hoor jij het erin of zit het erin in die muziek? Een heel boeiende filosofische vraag met uitlopende antwoorden van afhankelijk van wie het beantwoordt. Wat vind jij? Ik ga akkoord met de mensen die zeggen, er zit melancholie in. Ja. Er zit effectief melancholie in. Sommigen, zoals Adorno, gaan zover dat ze zeggen dat er de Poolsheid in zit in de muziek. Dat kan. Voor discussie vatbaar. Maar ik denk wel dat wat er wel universeel is, het zou heel raar zijn moest iemand de Stabat Mater horen van gelijk welke componist en zeggen, daar word ik nu heel vrolijk van. Nee, we hebben wel iets van, dit is trieste muziek of dit zijn trieste toonaarden, dit is opwekkend. Nu, melancholie is een heel moeilijke te vatten gevoel. Maar er zijn veel mensen die zeggen, Chopin was degene die het best verwoordde in klanken. Je schrijft ook in het boek dat Chopin componeert een muziekstuk waarin een Pools kinderliedje in doorklinkt. Ja. En dat je op een gegeven moment zo geoefend bent als luisteraar dat je dat Poolse kinderliedje eindelijk hoorde. Ja. En toen zei je tegen je man van moet je eens luisteren wat ik nu hoor. Dus eigenlijk, ik heb dat muziekstuk beschreven omdat wij horen non-stop muziek. Maar wij horen muziek. Wij luisteren daarvoor nog niet naar muziek. Luisteren is echt een actief proces waar je je overgeeft aan de muziek. Luisteren doen wij constant. We zijn er constant klanken aan het beluisteren. En heel vaak zetten we muziek op als achtergrond. Dan ben je aan het strijken, aan het koken, whatever. En dan hoor je muziek. Maar dan geef je je niet over aan de muziek. En dus Chopin is een componist die heel vaak bij ons thuis gespeeld wordt. En dat hoor ik dat allemaal. Maar op een gegeven moment was het meer dan horen, dan dacht ik van, dit is een kerstliedje dat daarin verwerkt is. En dus werd mijn aandacht op een andere manier daardoor getrokken. En door mijn aandacht te richten, heb ik iets gehoord wat ik daarvoor niet hoorde, omdat ik niet actief hoorde, maar passief. Dus daarin was het dan ontegensprekelijk hoe Chopin ook kinderliedjes van mijn kindertijd, van mijn kindertijd is natuurlijk ervoor, maar liedjes die heel vaak meegaan, kerstliedjes, ook in zijn composities verwerkte als teken van een gemis, van een hunkering, van de kerstmissen die hij dan thuis niet kon bijwonen. Maar waarom ik dat zo beschrijf in mijn essay, is om aan te tonen dat wij heel vaak naar muziek horen, maar niet beluisteren. En als wij echt muziek zouden centraler zetten en ons aandacht anders richten, komt er veel meer binnen. We zouden veel meer naar muziek moeten kijken dan naar een dialoog. En als je in dialoog treedt met een ander, dan geef je ergens over aan de ander. En als we ons aan een muziekstuk durven overgeven, dan gaan we daar volledig andere zaken uithalen dan als passieve luisteraar. En dit is niet onbelangrijk, zeker in een tijdperk waar dat we gebombardeerd worden door klanken. Om zelf eens te zeggen, nu ga ik mij richten naar de muziek. Daniel Barenboim, die zegt het ook van, eigenlijk zou je het stil moeten maken voor je naar muziek luistert. Dat je zegt van, nee, nu ga ik een muziekstuk opzetten. En dan maak je het stil, zet je een muziekstuk op en dan ga je mee. En dat is een totaal andere ervaring dan gewoon achtergrondmuziek. Ja. Wat ik altijd zo bijzonder vind in de concertzaal, is dat er wordt heel stil en dan begint er altijd iemand te kuchen. Daarmee moet je thuis doen. Meneer Slaap, heeft u daar een wetenschappelijke verklaring voor?
Nou, ze kuchen anders ook al, maar dan hoor je het niet. Ja. Hoe was dat voor u, meneer Swaap? Uw eerste kennismaking met de muziek? Ja, ik zat erover te denken, in theorie maak je kennis met muziek zo halverwege de zwangerschap. Dan begint het kind te reageren op muziek. En als een vrouw iedere ochtend naar dezelfde soap kijkt en dezelfde tune hoort, dan onthoudt dat kind dat ook zo'n 3 weken lang. En dat kun je zien als dan die muziek gespeeld wordt, dan gaat de zuigfrequentie aan de borst, die gaat omhoog. Ze reageren er nog zo'n 3 weken op en dan komt er ruimte voor iets beters. Maar komt er ruimte voor, hoop je? Of komt sowieso, komt altijd ruimte voor iets beters? Maar ja, ik denk niet dat mijn moeder in die tijd naar de soaps heeft geluisterd. Ik ben geboren in de hongerwinter. En ik denk ook dat er weinig muziek was om ons heen. Mijn vader was ondergedoken in het eigen huis. En het was niet een tijd om muziek te horen, te luisteren. Hoewel mijn vader wel uit een heel muzikaal gezin kwam. Want u bent na de oorlog bent u bij uw grootmoeder pianoles gaan volgen. Ja, toen ik leerde lopen moest ik ook leren piano spelen. Zij was, concertpianiste en ze was nooit tevreden. Het was vreselijk. En ik studeerde heel heftig met 1 oog op de piano en de andere op een grote klok die daar bovenop. Ik moest zoveel studeren per dag en als ik iets hoorde, moest ik het in noten kunnen opschrijven. Dat viel niet mee voor een klein kind natuurlijk. En het vervelende was ook dat ze je niet aanmoedigde. Ook zo. Ze vond alles wat zogenaamd modern was, vond ze verschrikkelijk. En het feit dat wij op de lagere school niet alleen cijfers hadden, maar ook letters voor datgene, wat de onderdelen van een vak. Dus de O van onvoldoende, de V van voldoende en de G van goed. En het beste wat ik bij haar kon bereiken was de G van het gaat. En had ik echt vreselijk hard op iets gewerkt. Dus ik kan me nog de opluchting herinneren toen ze opgenomen werd. In een kliniek. En sindsdien heb ik nooit meer een piano aangeraakt. Nooit meer. Maar uw grootmoeder kon geweten hebben dat het niet in u zou zitten, dat muzikale talent. Want uw vader had dat talent niet. Ja, mijn vader was inderdaad het zwarte schaap van de familie. Ze had een zoon die zeer muzikaal was, die cellist was. Juda, ja. Die wilde ook beroepscellist worden, maar ze vonden dat hij een vak moest hebben waarmee hij een gezin kon onderhouden. En hij is tandarts geworden, tegen zijn zin in eigenlijk. Maar speelde heel veel en heel goed. Maar dus iemand met een groot talent. Maar hij is vermoord in de oorlog. En ik denk ook dat het voor haar dus een ramp was om een kind wat niet zo'n talent had, les te moeten geven. En dan telkens weer te denken aan Juda die het zo goed kon. Dus langzamerhand begin je dat te begrijpen. Maar er is tijd voor nodig geweest. U bent erachter gekomen op 4 mei toen u televisie aan het kijken was. Dat verhaal van Juda. Ja, ik zag opeens een foto van hem dat hij speelde in Westerbork. Dus de avond voor de trein reed, werd er een concert gegeven. Om de mensen rustig te houden. Westerbork was helemaal ingericht op het rustig houden van de mensen totdat ze de trein ingingen. En opeens zag ik een foto van hem cello spelend in Westerbork. Ja. Die foto had u nog nooit eerder gezien? Nee. En toen bent u erachter gekomen hoe dat zat? Ja, het punt is natuurlijk dat in zo'n gezin waar het gesprek na de oorlog was over wie er wel en niet waren teruggekomen, dat er eigenlijk over wat ze zelf hadden meegemaakt nooit gesproken werd. En daar kom je dan later achter. Ik las het verhaal over het Requiem van Mozart en toen ben ik op YouTube gesprongen en heb dat even ingetikt. En dan komt dat beroemde filmpje van de film Amadeus van Milos Forman, waarin de jonge Mozart vanaf zijn sterfbed aan Salieri het requiem als het ware neuriet. En Salieri moet het dan heel snel, je kent die scène, opschrijven. En Salieri snapt het eigenlijk niet. Het gaat hem boven de pet. Terwijl voor Mozart, het natuurtalent, het wonder,
die zegt, ja, maar dit is gewoon, het klopt. Schrijf het nou maar op, B-talent. Maar dat reken, dat behoort tot uw favoriete stukken. Ja, als ik zelf ergens fors mee zit, als er problemen zijn, dan is dat muziek die ik bij voorkeur draai, ja. En Paul Witteman die zei, dat is toch gestoord. Hij zei, nee, het is bedoeld als troost. En het geeft mij troost. Maar ja, zeggen andere mensen, andere breinen reageren er ook anders op. Wat doet het dan met u? Want ik kan me voorstellen dat je van die muziek heel erg ingekeerd raakt en nog dieper de put in gaat. Nee, ik voel me er steeds beter bij. Het geeft troost, ja. En soms is dat nodig. En toen mijn vader inderdaad, hij begon dat te dementeren. Maar het was het begin, dan fluctueerde het heel sterk. Dus als ik een onderwerp vond wat hem interesseerde, dan kon er echt een goede wetenschappelijke discussie houden nog. En hij keerde toen terug helemaal in zijn jeugd in de muziek. Dus hij was voortdurend bezig met het luisteren naar alle mogelijke stukken. En ik nam het Requiem voor hem mee. En de volgende dag zegt hij, neem het alsjeblieft mee en kom er nooit meer mee. Ik word er doodziek van. En ja, het is zo individueel natuurlijk wat je, hoe je reageert op muziek. Ja. Is muziek universeel? En dat vraag ik, u bent ook veel in China. U gaat al jaren naar die grote stad, Guangzhou. Hangzhou. Heeft u daar wel eens gesprekken over muziek? Luistert u samen met studenten naar muziek? Ja, ik ga daar ook wel mee naar muziek. En ja, muziek is de meest universele taal, maar het is zeker niet universeel. De typisch Oosterse muziek is toch heel anders. En je moet er wel een tijd aan wennen voordat je daarin komt. En er zijn ritmes ook in Oost-Europa die wij niet 1, 2, 3 kunnen volgen. Het interessante is dat een baby dat onmiddellijk kan. En dan groei je op in een omgeving waardoor je bepaalde mogelijkheden verliest. En dat is in feite is dat net zoals het leren van de taal. Er is ook geen genetische achtergrond voor. Ja, je hebt de genetische achtergrond om taal te leren, maar niet een bepaalde taal. En als een Chinees kind in het Westen opgroeit omdat geadopteerd wordt, dan spreekt het de Westerse taal zonder enig probleem. Dus het brein wordt gevormd door de taal. En taal en muziek hebben heel veel met elkaar te maken ook. Ja. Vragen ze altijd wat eerst was. Heeft u daar antwoord op? Nee, niemand denk ik. Nee. Dat is heel moeilijk om een antwoord op te geven. Maar ze hebben een grote relatie. En zeggen de gebieden in de hersenen overlappen ook. En daar kun je ook gebruik van maken. Dus iemand die bijvoorbeeld een herseninfarct krijgt aan de linkerkant. En een aphasie krijgt. Dat wil zeggen dat ze een spraakstoornis hebben. Die probeert iets te zeggen. Die weet precies wat hij wil zeggen. Maar het komt er niet uit. Het lukt niet. En als je dan zegt, zing het maar. Dan lukt het. En via het zingen kunnen ze langzamerhand weer leren om te spreken. Omdat het zingen ergens anders zit. Het overlapt gedeeltelijk. En je maakt van die gedeeltelijke overlap maak je gebruik. En helpen die twee elkaar ook? Bijvoorbeeld als je goed bent met talen, heb je dan ook meer aanleg om goed te zingen? Zo simpel is het allemaal niet. Okay. Nee. Nee. Dan heeft mevrouw gelijk. ik wil het hebben over wat ons verbindt. Zoals u mooi zegt, muziek is een universele taal, maar het is niet universeel. Het is de meest universele taal. Ja. En u bent op zoek gegaan naar de kracht van het universele en dat zocht u bij empathie. Want u gelooft dat muziek mensen kan aanzetten tot goede daden. Eigenlijk tot een deugdzaam mens kan maken. Daar gelooft u in? Dat is de hoofdstelling van het essay. Ja. Is de vraag dat centraal staat, is er een kruispunt tussen ethiek en esthetiek? Ja. En meer bepaald, maakt muziek
ons tot betere mensen? Kan muziek ons tot betere mensen maken? Dat is een heel moeilijke vraag. Hè. Maakt kunst ons beter? Maakt muziek ons beter? En dan zijn er filosofen die daar heel, heel direct zeggen van nee, kijk maar naar de nazi's, kijk maar naar dit, kijk maar naar dat. Er zijn heel veel slechte mensen die heel muzikaal zijn. Dus dan zou je daaruit kunnen concluderen, voilà, vraag beantwoord. Maar mijn intuïtie zei, dit is toch wel heel kort door de bocht. Ik denk dat muziek toch en moraal dieper gaat en dan die vraag nog anders kan beantwoord worden. En dan wou ik eens bekijken van, ja, wat zeggen eigenlijk filosofen en hoe werkt dan muziek op ons moreel domein, op onze ontwikkeling? En daarom dat ik dan daar rond die vraag cirkel. En de conclusie is, muziek heeft de potentie om ons beter te maken. Daarmee de ondertitel, het is een oefening in menselijkheid. Het is geen garantie in menselijkheid. Zoals niks in de menswetenschappen een garantie is. Zoals onderwijs geen garantie is dat je een taal gaat leren. En onderwijs geen garantie is dat je wat dan ook gaat kunnen. Maar het is wel de beste weg tot, of een goede weg tot. En muziek speelt een grote rol in onze ontwikkeling en kan ons ook helpen om te groeien als mens, ook op het moreel domein. En daar speelt dan empathie een grote rol. Nou, deze thema's komen aan de orde en u begint uw reis, dat is ook een reis langs denkers en componisten en de geschiedenis om tot een mogelijk antwoord te komen op die vraag. En dan zoekt u de componist Krzysztof Penderecki op. Penderecki. Penderecki, kijk. Ja. Dankjewel. En een Poolse componist die ik niet ken. Die nog leeft. Hoe oud zal die nu zijn? 86, ja. 82. Een componist die u ook bewondert. U kent zijn muziek goed. Ja. Wat betekent die muziek voor u? Wel, hij heeft heel veel stukken gecomponeerd die verwijzen naar iets. Bijvoorbeeld het Pools Requiem. Hij heeft stukken gecomponeerd voor de slachtoffers van Hiroshima. Ja. Maar ook voor de herdenking van de slachtoffers van het communisme. Hij heeft een mis gecomponeerd om een kardinaal Wyszynski te eren. Wat dat geen klein ding is, want dat was een vergruisde geestelijke door de communisten. Dus dat was een statement om daarvoor een mis te componeren. Dus dit was een humanistische, moralistische componist. Ja, er zit altijd een man met een boodschap in. En heel recent heeft hij nog, misschien 10 jaar geleden, recent voor zijn lange leven, een stuk gecomponeerd, 1000 Voices for Peace. 1000 stemmen voor vrede. Dus daarin zit toch de boodschap van, hey, muziek kan iets doen met ons. Dus ik had met Penderecki een interview en ik ontmoette hem in Warschau. Op hotel. Ja. En we spraken over muziek en over zijn carrière. En toen stelde ik hem de vraag van, maakt muziek ons beter? Maar ik ging daarvan uit dat hij ging zeggen, ja, natuurlijk. En dan zei hij, nee. Hij zei echt zo van, nee. Ik heb dat ooit geloofd, maar ik geloof dat niet meer. Oh. En ik zoiets van, dat kan niet. Allee, en u mis, en dit, en dat. En ik begon al zijn stukken op te sommen. En dan zei hij, ja, ik weet het. Maar nee, muziek maakt ons toch niet beter. En ik was echt met bijna een kater naar buiten gegaan. En ik dacht van, ja, dit kan toch niet. Allee, ik kon dat niet verzoenen. En dat is waarom zei hij dat? Ja, maar ik begrijp hem ook wel. Omdat is als je muziek gaat, hoe moet ik zeggen, te veel bekijken door een wetenschappelijke misschien prisma. En je gaat denken, dit is een aspirine en daarmee neem ik je hoofdpijn weg. Zoals u deed. Dan werkt het natuurlijk niet. Ja. Niemand gaat beter de concertzaal uit dan dat hij is binnengestapt. Mm-hmm. Het is niet zo, je stuurt naar, want die vraag kreeg ik, naar Trump een cd'tje op. Hij luistert ernaar en hij denkt van, vrede op aarde. Nee, zo werkt het dus niet. Als we naar muziek gaan kijken als een wonderpil, wondermiddel, dan is het gedoemd om te mislukken. Maar wat bedoelde hij met dat nee? Want hij maakt odes aan de vrede. Hij wil in zijn muziek een verhaal vertellen over hoe het anders moet en beter kan. Ik begrijp dat toch als een kunstenaar die jou, de luisteraar, een bepaalde kant op wil sturen. Dus ik vraag me dan af, waarom nee? Ontnuchterend. Ja, ik denk dat hij door te werken met muzikanten en met de mensheid veel rond te reizen. De CEO-voorwaarden. Dat hij dat effect niet genoeg heeft gezien. Ik denk in zijn levensjaren is de wereld er niet echt veel beter, moreel beter op geworden. Wij moorden elkaar nog steeds uit. Wij haten elkaar nog steeds. Muzikanten bestrijden elkaar nog
nog steeds. Dus ik denk dat... Ik begrijp ergens zijn antwoord, maar het is geen volledig antwoord. Mm, mm. Meneer Swaap, de muziek maakt ons niet tot beter mens, maar het staat haaks op wat ik nu allemaal zie aan muziektherapie aanbod. Dat binnen de psychiatrie, psychologie, alles kan met muziek worden opgelost. We worden de hele dag door gebombardeerd met de helende, de zuiverende, de verbeterende kracht van de muziek. Hoe moet ik het met elkaar rijmen? Nou, alles wat werkt heeft ook bijwerkingen. En alles wat positief kan uitwerken, kan ook negatief uitwerken. En om zo globaal te zeggen dat muziek de vrede bevordert, je hoeft alleen maar te denken aan marsmuziek bijvoorbeeld. Dat stimuleert de hersenstam. Daardoor gaat je hartslag omhoog, je bloeddruk gaat omhoog, je ademhaling gaat omhoog. En daarom is marsmuziek gebruikt om de soldaten naar het front te brengen. Precies. En op die manier zijn dus de doedelzakspelers die liepen voorop. Dus het is bijna een middel om het brein te manipuleren? Ja, zeker ook. En het maakt je klaar voor de strijd in dit geval. Dus niks vredelievends aan. En als ik doedelzakmuziek hoor, dan krijg ik ook de neiging om erop los te slaan. Dus ik denk dat het Engelse meer geholpen heeft dan de Schotten. Maar ja, je kunt muziek gebruiken, je kunt het misbruiken. Muziek is een marteltuig geweest in Guantanamo Bay, bijvoorbeeld. De Amerikanen hebben dat gebruikt, dag en nacht mensen blootstellen aan muziek. Muziek is gebruikt in de kampen om mensen kapot te maken. En het kan goede en slechte dingen doen. Ik denk niet dat je, om je empathie te ontwikkelen, dat je muziek nodig hebt. Apen hebben geen muziek, maar wel empathie. Omgekeerd zijn mensen die 1% van de mensen heeft een amusia. Kan muziek niet als muziek ervaren. Maakt het mee alsof er pannen op de grond vallen. Ja. Was een onderwijzeres en die heeft 40 keer per jaar heeft ze langs al zijn leven gedraaid. Ze kon het niet zingen, maar op een grammofoonplaat. En ze herkende dat niet als je het voor haar speelde. Hoe komt dat? Dat zijn de connecties die daarvoor nodig zijn, die zijn niet gevormd bij deze mensen. Maar die vrouw was zeer empathisch. Dus je hebt helemaal geen muziek nodig om zeer empathisch te worden. En dus je moet die twee niet simpelweg zo aan elkaar verbinden. Voor jou lukt het. Hoe definieert u het? Het is misschien een klein detail. Ja? Ik beweer niet dat muziek het enige is. Literatuur maakt ons empathisch. Dialoog het is een manier van met andere communiceren. Mensen. En muziek is daar één onderdeel van. Maar uiteraard, mensen die geen muziek kunnen horen of niet muziek appreciëren, kunnen perfect 100% empathische mensen zijn, uiteraard. Ja, en er zijn mensen die geen empathie hebben, die je nogal eens tegenkomt in de top van de internationale banken en bedrijfsleven. Die erg goed zijn in het reorganiseren, waarbij 3000 mensen worden ontslagen. En daar totaal niks bij voelen, die geen empathie hebben. En een van de leiders van ABN AMRO werd ook ieder jaar bij het gesprek aangeraden om een empathiecursus te gaan volgen. Nou, die bestaat niet en dat zou ook niet werken. Mensen hebben een enorme variatie in alles, ook in empathie. Ja. Maar kan je die mensen helpen is een beetje, dat woord wil ik niet, maar kunnen wij mensen die niet empathisch aangelegd zijn helpen? Nee, het is een groot probleem bij wat we psychopaten, narcisten noemen, die niks voelen bij wat ze mensen aandoen. En tot nu toe is er geen effectieve therapie voor. Dan kom ik toch weer terug bij die muziektherapie. Ja. Kan muziektherapie als onderdeel van een cocktail van behandelingen iets doen? Ja, muziektherapie kan een hoop doen bij een aantal aandoeningen. Je kunt geholpen worden bij een depressie. Door naar muziek te luisteren. Nogmaals, sommige mensen wel, andere mensen niet. Maar hetzelfde geldt voor een pilletje, antidepressiva. Daar reageert ook maar zo'n 40% van de mensen op. Bij autisme zijn kinderen die diep autistisch zijn en niet kunnen communiceren met de buitenwereld. En daar is muziek een methode om om met ze in contact te komen.
Er zijn zoveel ziektes waarbij langzamerhand dus muziektherapie toch een onderdeel wordt van het hele pakket. Ja, Parkinson is een combinatie van muziek en bewegen. Dus het dansen. 1 uur per week gedurende een aantal weken geeft een verbetering in de motoriek, in de balans, uithoudingsvermogen. En bij Parkinson-patiënten is dat heel effectief. MS-patiënten zelfs in de rolstoel hebben therapieën waarbij bewogen wordt en muziek gebruikt. En er zijn zoveel van die neurologische en psychiatrische beelden waar het een grote hulp bij kan zijn. Je bent niet gestopt bij de componist. Je bent verder gaan zoeken naar wat is empathie? Ja. En toen kwam je uit bij een Duitse filosoof, Max Scheler. Mm-hmm. Zeg ik dat goed? Ja? En die definieert, die zegt wel ja tegen de wereld. Nou, ja tegen de muziek. Omdat het bij hem gaat om zelfontplooiing. Ja. En dan kom je weer een stukje dichter bij je zoektocht. Wat bedoelt hij met zelfontplooiing? Ja, ik denk wat dat nog belangrijk is bij die empathie, is dat het woord is nu heel fancy geworden en iedereen gebruikt het. Maar eigenlijk is het woord vrij nieuw in ons taalgebied en ook in ons gebruik. Het komt echt uit de filosofie. Het is nog maar 100 jaar dat het in gebruik is. In de laatste 10 jaar is het echt door ons allemaal dat het gebruikt wordt. En er is veel conceptuele vervuiling, waardoor dat mensen over empathie spreken als ze sympathie bedoelen of andere kenmerken. Dus ja, ik heb het eerst proberen te zuiveren wat empathie echt betekent. En het heeft echt ook te maken met de ander te begrijpen, zijn leefwereld en daarop gepast te reageren. Dat heeft eigenlijk niet te maken met sympathie, want je kan iemand niet leuk vinden en toch empathisch naar hem of haar staan. En dus dat komt uit de fenomenologie en Max Scheler zit dan in die groep. Wat dat belangrijk is om als mens te groeien en de andere medemensen te leren kennen, is die empathische houding, ja, dat je de andere begrijpt en dat je kan meevoelen en erop reageren. Je geeft het voorbeeld van de Duitse filosoof Buber, die het heeft er van ich es naar ich du. En het voorbeeld wat je geeft, je doet allemaal dat boodschappen natuurlijk, en dan zit de cashier. Dan rekenen we af en dan lopen we weer door. En dat is eigenlijk de ich es verhouding. Ja, dat is gewoon instrumentele houding naar de mensen. Ja. Het is je kassierster, het is dat. Maar als die valt of die begint te stikken of die heeft iets voor, dan verandert de verhouding. En dan ben je degene die kan helpen, die in iemand zijn ogen en kan de nood horen en zien. En dan heb je een ik-doe-verhouding naar die persoon. Daar kan je empathisch naar staan. En die muziek helpt om naar die... Ah wel, het is niet zo de muziek helpt om, er moet helemaal geen muziek zijn op die moment. Het feit dat wij empathische wezens zijn, dat is zoals taalverwerving. Wij zijn aangeboren met dat we talen kunnen leren. Of dat je dat dan leert in je leven of niet leert, is een andere zaak. Of welke taal je leert, is terug iets anders. Maar wij kunnen talen leren. Zoals wij kunnen empathisch groeien als mens. Rekening houden met elkaar, elkaars gezicht lezen, indrukken lezen, elkaars leren begrijpen en helpen en nood begrijpen. Dus dat is een groeiproces. En dat kan je op verschillende manieren leren. Door dialoog, door literatuur, door boeken. Maar ook door muziek. Muziek kan ons helpen de ander te begrijpen. Door muziek kunnen we leren over andere werelddelen leren. We kunnen leren dat andere mensen lijden, dat ze pijn hebben, wat ze meemaken. Dus muziek is, kan je zien als iets dat ons ook leert om de wereld te begrijpen. Om de ander beter aan te voelen. Maar het is niet zo dat je moet muziek hebben gehoord om de kassière in de winkel te kunnen helpen. Nee, zo zit het niet in elkaar. Maar je moet wel een empathisch mens zijn om dat te voelen. Ja. En wat ik met muziek aantoon, is dat muziek één van de zaken is die ons daar helpt in te groeien. Maar wel iets wat we vaak gewoon vergeten, dat muziek ons ook helpt te groeien als mens op dat vlak. Muziek, daar vind ik het spannend en daar kom ik dichter bij de hoofddiscipline van Dick Swaap, ook als je kijkt naar het brein, hoe diep verankerd klanken in ons zijn. Van het wieg tot het graf, voor het wieg. Al eigenlijk vanaf de baarmoeder zijn we met die klanken bezig. Klanken zitten zo diep in ons verankerd. En wij schenken daar eigenlijk heel weinig of te weinig aandacht aan. Het is bijna iets van, dan voor uw vrije tijd. Tegenover, ik denk dat ze veel meer focus verdienen, die klanken. Wat ze met ons doen en hoe ze ons als mensen doen groeien. Klopt dat klanken, muziekstukken, klanken ook verbonden zijn met herinnering? Dat die elkaar overlappen?
Ja, het zijn, je associeert natuurlijk, net zoals je met reuk associeert, je herinneringen. Even over die ontwikkeling. Een kind wat te vroeg uit de baarmoeder komt, wat prematuur geboren wordt. Daarvan dachten we vroeger altijd, die moet je in een soort van baarmoederlijke situatie houden. Half duister, geen geluid rondom dat kind. En het is nu duidelijk dat je ze een duidelijk dag- en nachtritme moet geven. En bovendien, als je ze muziek van Mozart aanbiedt, dan halen ze beter adem. Dan hebben ze betere zuurstofverzadiging. Dan groeien ze sneller en kunnen ze eerder de couveuse uit. En wat mij intrigeert is dat als je ze Bach laat horen, dat dat niet gebeurt. Dus, je moet iets rijper zijn dan prematuur om Bach te waarderen. Ja. Maar u zegt ook ergens dat het Bach heeft niet wat... Mozart heeft geen... godverdomme. Ja, dat was mijn grootvader die zei... Mozart kan geen godverdomme zeggen. Ja. Ja, dus, ja. Dus. Maar waar, hoe verklaart u dat? Dat Mozart wel... Nou, dat zijn de emoties die de muziek bij jou opwekt. En ik denk dat hij heel wat heeft meegemaakt om godverdomme over te zeggen. Mm-hmm. En dat miste hij bij Mozart. Ja. Ja. Maar dat is ook weer zo individueel. Ja. En, over het individuele beleven en hoe het kan veranderen, hoe het de mens kan veranderen, heb jij een filmfragment uitgekozen uit de Duitse film Das Leben der Anderen. Mm. Wil je het even zelf kort inleiden? Het is een fragment waar ik denk dat het toch dat fragment is dat de vraag wordt gesteld wat dat muziek met ons doet en of het ons beter maakt. En, maar misschien moeten we het eerst zien, want er zijn twee fragmenten waar ik aan denk en nu vraag ik me af welk fragment ik doorgestuurd heb. Voor de mensen die niet kennen, het is alleen bij de anderen is het verhaal van een ambtenaar in Oost-Duitsland. Communistisch geregeerd. Ja. Hij werkt voor de Stasi, voor de Veiligheidsdienst. Ja. En hij luistert... Een koppel af. Een koppel af. Culturele mensen. Volgens mij regisseur en een actrice. Ja. Hij luistert ze af. Dat moet hij van zijn baas doen. Die speelt dan ook weer jaloezie mee. Maar hij luistert af. Het is een hele... Nou ja, het is een type man zonder empathie. Zo'n man die postzegels verzamelt. Ik heb ook postzegels verzameld. En het is goed met me gekomen. Maar het is, als je hem ziet, dan snapt u wat ik bedoel. En die man... het is een fantastische film. En die man hij luistert de hele tijd af. En dan... Hij hoort natuurlijk de hele tijd wat daar gebeurt in dat huishouden. Maar het is niet zijn taak om daar iets bij te voelen. Ja. Hè? Hij moet eigenlijk als het ware zijn empathie uitschakelen. En... De film laat volgens mij heel goed zien hoe moeilijk dat is. Okay. Uiteindelijk. Maar... Een cruciale scène... Er wordt muziek gespeeld en dat heeft een bijzonder effect op ja, de man. Dus hij luistert al een tijdje af en dan heeft er iemand van de vriendenkring zelfmoord gepleegd. En dan gaat die man achter de piano zitten die hij afluistert. Ja. Oké, gaan we kijken. Hast du eigentlich meinen gelben Brechband gesehen? Wie? Den Brechband. Weiß nicht, wo er ist. Komisch. Ich schwimme drin. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben. Und als ich aufsah, war sie nimmer da. Ja? Georg, Herr Wagner. Was ist denn? Georg, es geht um Jeska. Er ist tot, er hat sich gestern Abend erhängt. Georg? Ich leg jetzt auf, ja.
denken, was Lenin von der Appassionata gesagt hat. Ich kann sie nicht hören, sonst bringe ich die Revolution nicht zu Ende. Kann jemand, der diese Musik gehört hat, jemand, der wirklich gehört hat, noch ein schlechter Mensch sein? Nou, bijna een evangelistische ervaring, hè, wat hij zegt, die laatste zin. Kan iemand die deze muziek echt heeft gehoord nog wel een slecht mens zijn? Wat ja. zegt de professor daarop? Nou, dat kan, ja. Er zijn verhalen genoeg van mensen die in de nazi-kampen overdag moorden en 's avonds naar hun gezin gingen en Mozart speelden. Ja, je kunt blijkbaar de knop omzetten. Ja, het kan. Maar kan je het ook omdraaien? Kan je ook een ervaring hebben in de muziek waardoor je ten goede verandert? Je kunt een heel bijzondere en extatische ervaring hebben in muziek. Of dat je ten goede verandert, dat weet ik niet. Ja. Zijn daar geen gevallen van bekend in de literatuur? Nee. En ja. Het karakter heet karakter, dat betekent ingeslepen. Dat wil zeggen dat het een stabiele eigenschap is. En ik denk dus ook dat je zo'n karakter niet kan veranderen. Dat is ook niet door muziek, die eigenschappen hou je. Je kunt met veel moeite kun je gedrag een beetje aanpassen. Maar je karakter hou je. Ja. Terug naar u. Waarom heeft u het uitgekozen? Ik denk... Uiteraard is dat dus een feit dat mensen die, ik zal nu zeggen, door en door slecht zijn, die gaat je niet verbeteren door een muziekfragment. Maar wij mensen, over het algemeen die geen duivels zijn, hebben een potentieel om te groeien. Zoals we een potentieel hebben tot talenkennis. En wat helpt ons? Dat zijn verschillende elementen. Zoals ik terugkeer tot literatuur. En daarom vind ik dat fragment heel mooi. Die Stasi leest en wordt ontroerd door die literatuur. Dat betekent dat hij het potentieel al in zich had, uiteraard, om te groeien als mens. En hij leert dat koppel beter kennen. En dan ontroert hij zich door de muziek die hij hoort. Maar uiteraard vallen er heel puzzelstukjes samen. Hij leert ook de waarheid kennen, dat het regime niet zo goed is. Hij leert die mensen kennen, dat het goede mensen zijn. Dan die een pleegt zelfmoord. Hij hoort die muziek en dan brengt het samen. En hij wordt ontroerd. Dan uiteraard zat het al in hem. Dat potentieel om zich te kunnen ontroeren. Maar de muziek en de literatuur heeft hem geholpen om te groeien als mens. Het is daar waar ik naar kijk. Mm-hmm. Naar het potentieel dat muziek ons geeft. Dat het dus meer is dan louter vermaak en louter klanken. En het eindstuk vind ik mooi, waar de vraag wordt gesteld van, kan iemand die het stuk werkelijk gehoord heeft nog een slecht mens zijn? En hij verwijst dan naar Lenin die zei van, als ik bepaalde stukken hoor, dan kan ik niet meer misschien de revolutie niet meer verder zetten. Dan kan ik misschien niet meer de revolutie verder zetten. Is dit waar? Het is werkelijk, hij zou het werkelijk gezegd hebben. Zou hij gestopt zijn met zijn revolutie? Dat is maar een vraagteken. Maar dat muziek met ons iets doet op een dieper niveau, is gewoon een feit. Daarvoor maakt het ons van ons geen heilige. Maar het heeft een heel groot potentieel om ons wel de ander beter te laten begrijpen. En als je daar vatbaar voor bent, dan is dat een prachtig potentieel om van gebruik te maken. En ik denk dat je... Ik vergelijk het soms... Geldt het ook voor bijvoorbeeld... We hebben nu de hele tijd gesproken hartstochtelijk over de klassieke muziek. Ja. Maar geldt dat ook bijvoorbeeld voor als deze man naar de hip-hop had geluisterd van Kanye West? De voorbeelden die ik aanhaal in mijn boek zijn inderdaad meestal klassieke muziek. Maar ik maak niet het onderscheid, of het is geen pleidooi voor klassieke muziek. Ik denk dat de kracht van muziek ook zit in metal en in andere vormen, jazz en complexe muziek. En dan kan andere zaken dat misschien, moet ik zeggen, minder complexe muziek minder kan. Maar het is geen pleidooi voor klassieke muziek. Ik denk dat heel veel muzieksoorten
tot heel veel mooie dingen kunnen leiden. Hip-hop zit ook heel veel in, waar je de ander beter kan begrijpen enzovoort. Dus het is, zou het niet fijn vinden mochten mensen denken dat het een pleidooi is voor klassieke muziek. Al gaat mijn liefde daar nu aan uit. Maar dat is een persoonlijke voorkeur. Je begon over klassiek, over complexe muziek. U schrijft in uw boek dat vrouwen die ovuleren, super vruchtbaar zijn, die als ze dan een componist moeten uitkiezen, dan kiezen ze voor een componist die complexe muziek maakt. Ja, ja. Ja, de keuze is door de cyclus heen is anders. En op het moment dat je te bevruchten bent, dan kies je iemand die iets bijzonders kan maken. En later in de cyclus, dan is dat niet zo belangrijk meer. Ja. Met complexe muziek? Ja. Oké, okay. Ja. Waarom is dat? Nou, je kunt zeggen dat dat evolutionair voordeel heeft. Dat je iemand die iets bijzonders maakt, die brengt kinderen voort die bijzonder zijn. Maar u zegt, dit onderzoek laat zien dat de mens intuïtief daarop reageert. Ja. Dus vanuit de evolutie. Ja, het is niet berekend. Het is puur op basis van de genetische achtergrond die je meekrijgt. Ja. Het is even over die empathie en muziek. Iedere moeder die een kind in de armen heeft, een baby, die neuriet daarmee en begint met muziek te maken. Maar ook tegelijkertijd hebben ze een hele specifieke manier om het kind vast te houden. De rug en de bovenarmen. En dat stimuleert de afgifte van oxytocine bij het kind, waardoor die band tussen moeder en kind bevorderd wordt. Daar raakt muziek aan empathie vanaf het allereerste begin. En empathie heeft als basis ook de moederzorg in het hele dierenrijk. En dat interfereert via het oxytocine dus op die manier. En de moeder die geeft de borst, daar komt oxytocine vrij om de melk af te geven. Maar er komt ook oxytocine in het brein van de moeder vrij. En dat is een sociaal peptide, wat ook de band tussen moeder en kind bevestigt. En als dat niet gebeurt in die hele vroege ontwikkelingsfase, dan kun je dat later ook niet meer inhalen. Dus kinderen die verwaarloosd worden, die kunnen die band, die warme band met een ander ook niet opbrengen. En ze krijgen ook geen oxytocine-afgifte daarbij. En wat als ze in een bepaalde naar muziek zouden gaan luisteren? Nou, een goed voorbeeld daarvan is weer Paganini. Die toen zijn vader ontdekte wat een talent dat hij had, stond hij met een stok te wachten tot hij bijna uitgespeeld was. En dan moest hij door. En die vader wilde dat hij zijn talent ontwikkelde, omdat hij geld in het laadje kon brengen voor de verslaving van zijn vader. En Paganini is op jonge leeftijd het huis uit gegaan. Een verwaarloosd kind, heeft rondgezworven in Europa. Heeft zelf ook een gokpaleis opgericht wat failliet is gegaan. Is betrokken geweest bij het plegen van een moord. Maar heeft fantastische muziek gemaakt. En daar heb je weer die discrepantie tussen empathie, die hij niet op kon brengen, nooit geleerd heeft. En het maken van hele emotionele muziek. Wat is eigenlijk het nut van muziek voor de evolutie? Volgens Darwin is het, had het te maken met seksuele interacties. En dan dacht hij natuurlijk aan vogels, waarvan de mannetjes zingen om een vrouwtje te interesseren. En ik denk, als je kijkt naar een popgroep waar al die meisjes omheen dansen en soms met slipjes gooien, dat het inderdaad iets met seksualiteit te maken heeft. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste van muziek in de evolutie is dat het de groep bij elkaar bracht. En als groep sta je sterker. En dat zie je nog steeds natuurlijk. Dus, het brengt mensen bij elkaar. Een empathisch bindmiddel. Ja, het brengt de groep bij elkaar. Ja. Om als groep te overleven. Ja, en als groep te acteren op datgene wat ze bedreigt. Jij zegt eigenlijk,
in je boek, ja, om echt die helende werking te kunnen ervaren, moet men voorbereid de muziek ingaan. En dan heb je het over, je hebt muziek waar je naar luistert om van jezelf weg te komen. En muziek waar je naar luistert om weer bij jezelf te komen. In de stilte van jezelf. Wat bedoel je daarmee? Ja, er is niet één manier van luisteren, zoals dat er niet één manier van één muziek stoort is. En er is niks mis mee af en toe naar muziek te luisteren op een manier dat je zegt van zware dag gehad, of ik kom van de tandarts, of ik wil even de wereld vergeten. En je zet goede muziek op, of je wilt gewoon dansen, of even met je hoofd shaken. Prima. Maar muziek is meer dan gewoon deze ontsnapping. Het kan ook u gewoon dichter bij uzelf brengen. In die zin dat het ook een gerichtheid kan hebben van reflectie, van uzelf beter te leren kennen. Dat is wat ik daar juist heb van Barenboim gemaakt. Het stil voor je naar muziek luistert. Dus dat is een andere intentie waarin je naar muziek luistert en een dialoog aangaat met muziek. En die tweede component, die manier van luisteren, wordt vaak vergeten. En het is een zijdelingse pleidooi om ook dat terug te herwaarderen. Dat je jezelf beter kan leren kennen, de ander kan beter leren kennen en ook die cohesie, je kan je in je groep verbonden voelen. Ik vind het ook wel fascinerend om onderzoek te lezen waarom andere dieren muziek maken. En het is inderdaad zo dat eigenlijk zijn wetenschappers en filosofen er niet gans aan uit waarom dat we dat eigenlijk doen. En er is een groep die zegt van ach, kijk naar het dierenrijk. En dan komen we al te weten waarom dat we het zelf doen. Bijvoorbeeld territorium afbaken, een partner zoeken. Maar die theorieën schieten ook heel vaak tekort. Net omdat niemand neemt zijn partner mee naar een concert om te zeggen kijk daar, een viriel mannetje op podium. Zou een beetje te gek zijn. En wij gaan ook niet in ons tuin gaan staan om territorium af te baken en beginnen daar ook niet te zingen. Bij ons heeft muziek ook nog een andere dimensie die dieren niet hebben. Net dat overstijgende, het transcendente zouden sommigen noemen. En dat is ook iets heel fascinerend. Er is iets wat wij doen dat toch hard verschilt van de dierenwereld. Ja, wat dat betreft had Darwin ook ongelijk. Want Darwin zei, muziek is wijdverbreid in het dierenrijk. En als je kijkt naar de componenten van muziek, dus ritme en melodie, ritme komt zelden voor in het dierenrijk. Er is een witte kakatoe die buitengewoon ritmisch kan reageren. Er zijn een paar andere beesten maar apen doen het nauwelijks. En dus dat ontbreekt. En het volgen van een melodie op een andere toonhoogte is ook niet gegeven aan dieren. Dus en wat dat betreft had Darwin ongelijk. En het is natuurlijk zo dat wij in de evolutie een ander brein hebben gekregen. In de zin van een enorme hoeveelheid extra hersenweefsel. We noemen dat extra, omdat het bovenop datgene is wat het lichaam bestuurt. En wat dat betreft hebben wij veel meer dan bijvoorbeeld een walvis die een groter brein heeft dan wij, of een olifant die een groter brein heeft dan wij. Wij hebben veel meer extra hersenweefsel. En dat gebruiken we om creatief te kunnen zijn. Om creatief in de wetenschap, in de kunst te zijn, in de techniek. Maar ook om te communiceren. En communiceren doe je ook met muziek, ja. Doe je met taal. En daar zijn we echt een heel stuk beter in dan alle dieren. Kijk, want dat component is voor mij heel belangrijk als schrijver. Wij gebruiken het instrument van de taal, de muzikant, de muziek, om een verhaal te vertellen over zichzelf. En dat wordt aan de gemeenschap gegeven als een spiegel. En daar kan de gemeenschap iets mee vermaken of zichzelf in herkennen. En dat is natuurlijk een wezenlijk onderscheid tussen de mens en alle medebewoners die we nog hebben. Dat verhaal wordt via de muziek verteld. En u heeft een tekenfilm uitgekozen om ook een verhaal te vertellen. En u bent dol op tekenfilms, zei u net bij het eten. Ja, waarom? Ja, dus, Coco is dat. En het is een verhaal uit een recente Disney. Ik weet niet, heeft iemand Coco gezien hier? Ja. Vingers? Ja, toch wel een aantal mensen. Het
Het verhaal is dat er zit in een stoel zit een demente overgrootmoeder, wiens vader muzikant was. En hij ging op tournee en is niet teruggekomen. En vanaf dat moment was het verboden om aan muziek te doen in die familie. En een jongetje heeft zich daar niet aan gehouden en oefende stiekem op zolder op zijn gitaar. En het fragment wat ik heb meegenomen, dat is het moment dat hij gaat spelen voor die overgrootmoeder die volkomen dement in die stoel zit. En dan zie je er langzamerhand ontdooien en contact maken. En het is een tekenfilm. Maar je kunt dat ook uitproberen bij demente oma's en opa's. En het werkt echt. Je kunt dat, maar je moet wel een stuk muziek kiezen wat voor hun in hun adolescentie belangrijk was. Ja. Dus niet iets wat jij mooi vindt. Dan werkt het niet. Maar het moet terugbrengen die tijd van toen. En het liedje wat hij zingt voor haar, dat is het liedje wat haar vader voor haar zong. Vergeet me niet. En dat is op het moment dat hij weggaat, zong hij dat liedje ook. En daar reageert ze op. Dus dat is het fragment. We gaan er naar kijken. Papá, él quería que tuvieras esto. Papá, es verboden om te zingen. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas, aunque tengo que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, mis brazos tú estés. Okay. En muziek blijft ook heel lang. En als je kijkt naar het proces van de ziekte van Alzheimer, dan zijn die gebieden die belangrijk zijn voor het appreciëren van muziek en het spelen van muziek, die worden lang gespaard. En we hebben wel mensen die echt dement waren naar het podium gebracht en achter een piano gezet. En dan kon ze nog een goed stuk wegspelen. Het is iets wat het laatste bewaard blijft. Dus het komt heel vroeg, halverwege de zwangerschap. En het blijft tot het laatste einde. Van het wieg tot het graf. Alleen van het boord tot de... Ja. Alicia, je eindigt uiteindelijk weer in Polen. Dat vond ik eigenlijk wel, gek genoeg, het mooiste hoofdstuk. Omdat het... Dat is ook het mooiste land. Nou... Oké. Nou, dat... nodig met je uit. Dan ga je naar het dorp van je grootouders. En dat is middle of nowhere. Maar de eerste associaties die je daar hebt zijn niet met de Poolse cultuur of de Poolse componisten, maar met een Duitser, met Schubert. En zijn winterreizen en die Schöne Müllerin. En muziek die ga ik ook eens. Daar kan ik op inhaken. Gaan winterreizen. Gaan we zo op inhaken. Want dat. Deze muziek eigenlijk vertelt voor mij eigenlijk het verhaal van wat ik hier voel in dit dorp van mijn grootouders. Het was van jongs af aan was ik mijn plek op deze wereld aan het zoeken op een diepere manier dan iedereen is dat wel aan het zoeken. Maar omdat ik als migrant dan in België toekwam en mensen vroegen mij constant, waar kom je vandaan en ga je terug? En dan heb je ze van, waar kom ik eigenlijk vandaan? En ga ik op een dag terug en hoor ik hier wel thuis? En toen was ik voor de eerste keer terug bij mijn grootouders gegaan. Na 7 jaar mochten we terug naar Polen gaan reizen. En toen was ik 14 jaar. En toen... parkeerden wij bij mijn grootouders voor hun klein huisje. En toen kwamen de kinderen van het dorp en die vroegen ook direct, waar komen jullie vandaan? Ik zie jullie rare nummerplaten, ga maar terug naar België. En toen dacht ik van, ik ga nooit meer me echt thuis voelen. En Schubert heeft een lied waar hij dat bezingt van dat hij op zoek is naar de plek waar hij behoort. En ik voel me heel verbonden met dat nummer. Want ik voel die zoektocht ook de plek waar hoor je thuis. En vandaar dat Schubert een bijzondere plaats heeft in mijn muziekkast, maar ook in mijn hart en ook in de rust die ik vind in het zoektocht. Tocht van waar horen wij thuis? En dan
is mijn antwoord. Al is, dan is het al deels in de zoektocht en in de muziek en in het begrepen zijn door anderen die ook aan het zoeken waren. Dus dat dank ik dankzij. Waarom juist Schubert? Waarom juist die Schöne Müllerin en Winterreisen? Ah, want die gaan daarover. Als je naar de teksten luistert en ook gans die periode gaat ook naar het zoeken van de plek waar je thuis hoort. En dus dat geeft een grote ja. verbondenheid. Dus maar nu ben ik ook benieuwd naar de, ja. die ja. verbondenheid. Ja, we gaan nu de Winterreisen, ja. Nou, het fragment wat ik mee heb genomen is een zanger, een beroepszanger, die een hersentumor kreeg en hij moest geopereerd worden. En het probleem bij een hersentumor is dat je de grens tussen tumor en gezond hersenweefsel zo moeilijk kan zien. En wat je natuurlijk wil is enerzijds zoveel mogelijk tumorweefsel weghalen, maar anderzijds wil je niet gezond hersenweefsel kapot maken zodat mensen niet meer kunnen functioneren. Mm-hmm. En dan is de oplossing om mensen te opereren bij kennis en ze de taak uit te laten voeren die voor hun essentieel is. En in dit geval dus moest hij zingen. En dan wordt telkens voor de millimeter waarvan de volgende millimeter die weggenomen moet worden, wordt een klein stormpje opgezet. Dan schakel je het even uit. En dan kun je kijken of de functie nog werkt. En dat gebeurt. Dus dat kun je zien dat hij zingt. Hij zingt goed. Het is natuurlijk geen concertzaalopname, maar het is... En hij zingt uit de Winterreizen. Ja, dan aan het eind van het fragment, dan opeens dan lukt het hem niet meer om te zingen. En dan weet de chirurg, die zegt ook dat ben ik, die weet dat hij niet verder moet gaan. Dat bent u? Nee, hij zegt dat ben ik. Dat ben ik, ja. Ja, dus om die. Dus laat me even kijken. Ja. Ist die Welt so trübe, der Welke hüllt im Schnee? Nun ist die Welt so trübe, der Welke gehüllt mit Schnee. Bleib ihm vorübergehen, ans Tor der gute Nacht, damit du Is dat echt? Alleen van echt? Of is dat een film? Of is dat een echte operatie? Echt. En ik heb hem een maand geleden nog gesproken. Het is 6 jaar geleden. Gaat goed met hem. Hoe heet hij? Ambos. En hij... laat ik verder niet op ingaan. Ja. Maar hij treedt op. Hij is succesvol. Hij functioneert goed. Ja. Mooi. Ja. Ik vind het een prachtige manier hoe Soebers Winterreizen ons van Polen naar... Naar de wetenschap heeft gebracht. Het verbindt, hè? Muziek verbindt. Ja. Ik ben nu bij het belangrijkste moment van deze avond aangekomen. Namelijk de vraag uit de zaal. Daar is wel tijd voor. Ik denk dat die er ook zijn. Als die er niet zijn, dan ga ik verder met vragen stellen. Ik kom naar u toe met een microfoon. Ja, dat doe ik. Ik ben heel streng. Als u begint over uw eigen vakantieervaringen, dan trek ik hem weg. Bij wie moest ik zijn? Ja, mevrouw. De titel is, gaat ook over het brein en het hart. En in uw verhalen gaat het deels over het brein heel duidelijk. Maar aan de andere kant gaan er dan een aantal dingen lopen door elkaar. Reflectie, gevoel, empathie, sympathie. Dus ik vroeg me even af in de relatie tussen muziek en om een beter mens te worden. Wat is nou precies dan belangrijk? Brein, gevoel, empathie, hoe zit dat? Precies, hoe zit dat precies? Nou, als je het over brein en hart hebt, dan is het een wonderlijk onderscheid voor mij. Dus alles wat met gevoel te maken heeft, heeft niks met het hart te maken, maar met het brein. En het hart is gewoon een domme pomp. Hij gaat wel harder werken als dat nodig is, omdat je opgewonden raakt. Maar heeft verder niks met de emotie, de beleving te maken.
Alicia, ja. Ja, dat is nu een antwoord van een neurobioloog. Wat ik ook begrijp uit, als we het, moet ik zeggen, technisch bekijken, maar hoe dat we het... als we aan het hart denken, denk ik niet dat we puur denken aan die pomp, maar naar het gevoel dat het erbij komt. En uiteraard kunnen we het dan terugvoeren naar het brein. Maar ik denk dat daar nog het grote mysterie zit in het brein. Ik zie het brein helemaal niet zo als iets wat wij volledig wetenschappelijk ontrafeld hebben. En die drang is er wel om het te ontrafelen. Maar het is dat extra laagje waar je het daar juist over had, dat er nog heel veel mysterie in zit van ons, van hoe dat we de dingen bij elkaar als mens brengen, ons gevoel, ons existentiële, bewustzijn. Het bewustzijn zelf al is iets waar heel veel vraagtekens bij geplaatst worden. Gelukkig ook steeds meer door neurobiologen en door neurologen in het algemeen. En ik denk dat als je vraagt precies, hoe zit het precies in elkaar? Nobody knows. Ik denk dat is nog echt het mysterie van hoe het precies in elkaar zit. Maar hoera, we hebben nog onderzoek te doen. Ja. Ja, het mysterie blijft intrigeren. Daarom zitten we hier ook. Meneer. Heeft muziek in het algemeen, eigenlijk kunst in het algemeen, en muziek in het bijzonder, heeft het ook een waarde in zichzelf? Dus is het alleen maar, zullen we zeggen, een uitdrukking van ons of van processen in onze hersenen? Of heeft het ook een kunst en muziek dan in het bijzonder, heeft het een waarde in zichzelf? Dus heeft het een realiteit in zichzelf? Dus wat de muziek uitdrukt... kan het waar zijn, kan het goed zijn, kan het schoon zijn, of is het alleen maar relatief? Kan kunst absoluut zijn, of is het alleen maar iets relatiefs? Ja, lastige vraag. Ik denk dat er geen kunst en geen muziek is zonder degene die het bekijkt of behoort. En dat dus de waarde ligt in degene die daarnaar kijkt of die het hoort. En er is niks absoluuts aan, want ieder brein is anders. Zelfs als je genetisch helemaal hetzelfde bent, dan nog krijg je door wat we zelforganisatie noemen een ander brein. En je reageert anders op kunst en je reageert anders op muziek. Ik laat als een extreem voorbeeld wel een Siamese tweeling zien. Het zijn twee breinen, één lichaam, ze hebben allebei één arm, één been. En dan gezegd wordt aan het eind van het filmpje is... we zijn ook twee heel andere mensen. Ze hebben alles hetzelfde meegemaakt van de conceptie. Maar door de zelforganisatie van de hersenen... hoewel ze genetisch hetzelfde zijn, zijn het andere mensen geworden. En ze hebben een andere voorkeur voor kunst, voor muziek, voor noem maar op. En dus er is niks absoluuts aan kunst of muziek. Het is altijd afhankelijk van degene die daar met plezier naar kijkt of luistert. Ja. Ik vind het ook een heel moeilijke vraag. Ik denk dat het fout zou zijn om die twee van elkaar te scheiden. Of kunst is altijd verbonden met of de creator of de beluisteraar of de ontvanger. Het is er niet uitsluitend van afhankelijk. Er zijn muziekstukken die 400 jaar geleden gecomponeerd zijn, die wij nu nog kunnen beluisteren, uitvoeren, daar een voeling bij hebben. Ook al zijn we nu allemaal andere breinen, andere mensen die met de partituren en met die stukken omgaan. Dus er is iets van de kunst die je kunt overbrengen, los van mijn perceptie, los van ons gevoel hier, naar andere breinen en andere mensen door de eeuwen heen. Dus kunst staat ergens wel los van mij, of los van ons. En tegelijkertijd hangt het constant vast aan ons. Want wij geven het ook door. Maar het is een valse scheiding om die twee dingen van elkaar te... Ja, maar het is wel een goed punt dat je ook in kunst heb je dingen die voor praktisch iedereen mooi zijn. En je hebt dingen die heel erg individueel afhankelijk zijn. Dus als je de klassieke beelden waar uit de Griekse, Romeinse tijd... daar de topstukken van laat zien... dan
is het gros van de mensen vindt dat mooi. En als je dan een klein beetje gaat veranderen aan de proportie van lichaam ten opzichte van benen, lichaam ten opzichte van hoofd, et cetera, dan vinden ze die veranderingen vinden ze minder mooi. Dus er zit iets algemeens in. Als je dat absoluut noemt, dan is dat iets absoluuts. Maar daarbovenop heb je een hele sterke individuele interesse. Ja, ik heb hier een vraag. Waarom klinkt een mineur akkoord eigenlijk zo triest voor ons en een majeur akkoord zo vrolijk? Is dat alleen gewenning en cultuur en training? Of zit daar meer in of achter? Ja, het... Ook daarin zitten algemene dingen. Dus het stimuleren van structuren die met verdriet te maken hebben. Structuren die te maken hebben met beloning en plezier. Dat kun je met bepaalde vormen van muziek kun je dat induceren, ja. En we vinden iets mooi omdat het dopamine vrijmaakt in de nucleus accumbens. En we vinden iets beangstigend als het de amygdala stimuleert. En je kunt afhankelijk van de structuren die in de hersenen door bepaalde muziek worden gestimuleerd, kun je bepaalde emoties opwekken die weer zeggen een algemene component hebben en een individuele component. U heeft net, meneer Straap, gezegd dat dieren eigenlijk geen ritme kennen of zijn niet muzikaal zoals we zouden denken. Maar als ze dan even omdraaien, dan als er muziek wordt gedraaid, dat er bepaalde dieren, parkieten of honden, die beginnen wel ritme daarin te herkennen. Hoe verklaart u dat? Nou, het ritme niet. Er zijn wel veel reacties op muziek, maar er zijn maar weinig dieren die echt het ritme herkennen, met het ritme meegaan. Er is een zeehond in Amerika die dat doet. En er is die witte vogel die dat aardig doet. Maar daar houden ze zo'n beetje mee op. Het is wel zo dat honden zijn bijvoorbeeld niet ritmisch. Maar wanneer je honden blootstelt aan klassieke muziek, dan worden ze wel rustiger. Er zijn kennels die daar gebruik van maken. En dat moet je dan zo nu dan afwisselen. Want na een tijdje dan krijg je er ook genoeg van het ene stuk. Maar ze zijn niet ritmisch. Ze gaan niet mee in het ritme. Muziek stimuleert tot bewegen. Zoals je ziet bij de parkiet, als je muziek aanzet, gaat die bouncen. Of kinderen gaan uit zichzelf dan dansen. Kunt u dat misschien verklaren of er meer over vertellen? Ja, er zijn... Als je kijkt naar de gebieden in de hersenen die geactiveerd worden door muziek, dan zie je dat er ook een duidelijke verbinding is met de motorische schors. En bij een bepaalde ritmische muziek kun je dus moeilijk je voet stil houden. Dat is een directe stimulatie van de motoriek. Dat is ook daarmee waarom lopers vaak muziek luisteren. Ja. Omdat ze langer in kunnen lopen, beter hun ritme kunnen houden. En ook hun marathon kunnen uitlopen of wat dan ook dat ze willen uitlopen. Dat helpt. Of de appreciatie van muziek bij mensen die dement worden, bij dementie, houden die dezelfde muzieksmaak die ze in hun goede leven hadden? Of neemt de appreciatie van muziek af dat het dat ze alleen nog maar van simpeler muziek houden, zeg maar. Nee, het gaat vooral terug naar de periode van de adolescentie, wat ze toen mooi vonden. En dat is ook de periode natuurlijk waarin we allemaal een bepaalde smaak ontwikkelen voor muziek. En die smaak is bij iedere generatie weer anders. Maar dat is de periode die bepaalt voor de rest van je leven wat je het liefste hoort. Dank u beiden. Een vraag voor Alicia Geschwinska. Ik heb uw boek nog niet kunnen lezen, maar proef ik in uw verhaal ook een neiging om te zoeken naar bewijs of een sterke argumentatie dat muziek inderdaad empathie kan helpen ontwikkelen. Als dat namelijk zo zou zijn, ik kende deze discussie uit de literatuurwetenschap, als muziek, als literatuur empathie kan opwekken, is dan de argumentatie,
moeten we dan niet veel meer inzetten op de kunsten, muziek, literatuur in het onderwijs? Want empathie is een van de grote problemen in onze wereld. Zie politiek, zie banken enzovoort. En op zich denk ik altijd dat in de onderzoeken die geschied zijn op dit gebied vaak verwarring van fenomenen plaatsvindt. Dat aan de muziek wordt toegeschreven. Aan muziek wordt toegeschreven wat misschien in de hele context ingebouwd zit. Hoe ziet u dat? Als de vraag is of ik graag zou hebben dat er meer muziek komt in het onderwijs, dan is mijn antwoord daarop ja. Ik zou willen dat er meer muziek komt in het onderwijs. Om al te beginnen, muziek die je van kinds af aan hoort in je adolescentie bepaalt heel veel van je van klanken en van je vermogen naar de toekomst toe. En ook als je brein aftakelt, gaat je wel gebaat zijn met een brein die blootgesteld is geweest aan interessante muziek. Je ziet dat ook als je onderzoek leest bij mensen die breinschade oplopen en dan teruggrijpen naar bepaalde muziek die ze al opgeslagen hadden in hun brein. Mij beangstigde dat onderzoek, want ik ben in mijn kindertijd veel te weinig aan muziek blootgesteld. Dus ik denk, als ik Alzheimer heb, ik weet niet wat ze mij gaan laten horen. Ik ben daar nu al bang voor. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij muziek ergens plaats toekennen en ook de cruciale fase ervan, zoals we met taalontwikkeling herkennen en dat ook ergens meer meer centraal plaatsen. En het onderwijs, wat we belangrijk vinden, zetten we ook centraal. Daarom hebben we sport op school. Het doet er niet toe of je dat graag doet. We geven dat niet aan de kinderen dat ze sportmensen worden, maar we geloven wel in een gezond lichaam en een gezonde geest, et cetera, et cetera. En muziek verdient gewoon veel meer aandacht. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ik zie geen groot heil in muziek. Dat ik denk, laten we iedereen muziek aanleren en we gaan dikke vrienden worden. Zo naïef ben ik niet. Zo zie ik het ook niet. En ik denk dat je het ook kan zien. Stel dat ik een boek had geschreven over opvoeding van een kind. Wat belangrijk is dat een kind goed opgroeit en wat dat er nodig is om een goede context te hebben voor dat kind. En dan kan het zijn dat er ouders gaan opstaan en zeggen van, ik ken kinderen die helemaal niet goed zijn opgevoed of helemaal geen liefdevolle ouders hebben gehad, zijn toch goede kinderen geworden. En dan kan ik zeggen, dat klopt. Mm. Het is niet omdat je slechte ouders hebt dat je geen goed volwassene wordt. En omgekeerd kan het zijn dat je echt goede ouders hebt en alles aanreiken aan het kind en het kind ontspoort en wordt niet het kind dat ze wouden. Dat kan ook. En toch blijft het belangrijk om na te denken wat goede opvoeding is en wat een liefdevol opvoeden zou kunnen zijn en hoe we die kinderen best opvoeden. En zo kijk ik ook naar het muziek. Wij moeten gewoon over muziek nadenken, reflecteren en het de ware plaats geven, of toch een betere plaats geven dan nu als een bijzaak zien van klanken die klanken nu hebben. Want klanken vormen ons tot wie we zijn en hebben een grotere impact op ons brein, op ons, dan dat we vaak daarbij stilstaan. En ik vind dat we veel kritischer zouden moeten nadenken over wat onze oorkanaal binnenkomt. Ja, als je kijkt naar kinderen die op de leeftijd van 6 tot 8 een muziekinstrument leren spelen op school, dan kun je laten zien dat de verbindingen tussen links en rechts toenemen bij die kinderen. Dus, en ze presteren beter op allerlei cognitieve testen dan de kinderen die dat onderwijs niet hebben gehad. Dus het is een manier om het brein te stimuleren, zich te laten ontplooien op de optimale manier. En we komen er nu pas achter dat dat zo is. En op dit moment zijn al die beroepsleraren uit de scholen verdwenen. Nou, langzamerhand dringt het door dat het toch erg belangrijk is. En, ja. Laatste vraag. Ja, ik heb eigenlijk geen vraag, maar ik wil een statement maken. En zeker na dit verhaal, deze laatste vraag, een laatste antwoord. Zeker het verhaal van Alicia Kaczynska sterkt mij in mijn pleidooi. Ik hoop dat veel meer mensen naar concerten gaan. Ik ben maker, muziekverteller en muziekpedagoog. Ga naar concerten toe. Daar hebben de muzikanten, heel empathisch voor de muzikanten en voor jou dus blijkbaar ook. Ga naar concerten, ga naar luisterlezingen. Ik geef een luisterlezing, ik ga voor de rest geen reclame maken. Ik heb een blog gemaakt, net, Brechtje Roos. Ik ben ook muziekredacteur van We Are Public, daarom zit ik hier ook. Ik heb net een blog gemaakt. Vrijdag aanstaande is een fantastisch concert. Ik heb het gisteren gehoord in Studio Loos. Fantastisch concert, ik heb er niks mee te maken. Ik geef graag door. Ga naar die live muzikanten, jonge muzikanten toe. Zorg dat zij ook kunnen blijven eten. En groei er zelf van.
Dankjewel, Brechtje. Dankjewel. Geweldig statement. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, dames en heren. Ik wil jullie namens het publiek van harte bedanken voor jullie inzet en de prachtige verhalen en de inspiratie. Dankjewel, Dick Spaap, Alicia Kaczynska. Hartelijk applaus voor deze twee. En dan. We zijn er bijna. De cliffhanger. Daar leiden we mee uit. We gaan die muziek gewoon afspelen. Het is Nana Mouskouri. Ah. Het is Nana Mouskouri. En dat komt uit jouw boek. Want jij zegt er... Jij citeert de Duitse filosoof Adorno. Die zegt, gelukkig zal een deel van de klassieke muziek... zal nooit populair worden. Ja. En dan geef je als tegenbewijs Schubert. Ja, dat sommige muziek nooit tot muzak of tot kitsch zal worden verheven. En vandaar geef ik dat voorbeeld. Hij mis. Nana Mouskouri heeft van Schubert een muzak weten te maken. Ja. Oké, dat wordt gewoon afgespeeld. Ja. Er is een drankje. Alicia gaat signeren. U kunt met elkaar in gesprek. Hopelijk tot de volgende keer. Dank u wel. En tot ziens. Dank u. Het was heel fijn. Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stillen ein Herr niederliebster Mondes Licht, in des Mondes Licht.